Zelfs een collega vragen. Kan ik straks nog wel lesgeven? Samen met mijn dokter hebben we er alles aan gedaan dat ik kon blijven werken. Ik ben blij dat ze inzag hoe belangrijk dat voor me is. Thank you.
net aankomen lopen. Waarschijnlijk niet eens door, maar niemand paarden waaien. Voor mij was dat ooit anders. Ik heb de hele tijd aangestaan, nagekeken. Ik heb namelijk psoriasis. Dus ik geef mijn leven enorm de invloed. Nu weet je, ik werd zelfs een keer het zwembad uitgestuurd. Achteraf is dat het ergste wat ik ooit heb meegemaakt. Niemand wil anders zijn. Dat wil jij toch ook niet? Gelukkig kan en durf ik inmiddels weer te zwemmen. Mijn zoon. Mama, zullen we gaan zwemmen? Kom maar.